Jeetje, daar gaat hij weer. Weer een bal van links naar rechts. Heb je daar ook zo'n last van? Dan gaan we vandaag aan de slag met een driving range drill. Waarbij je de hele winter dit kunt gaan trainen en het kunt gaan oplossen. Dat doen we als volgt. Je pakt uit je tas een tourstick of een flexstick. Als je die niet hebt, pak je een extra club. Normaal gesproken leg je de flexstick recht neer op het doel waar je naartoe wil. Zodat je recht kunt gaan oplijnen samen met de club. In dit geval gaan we de flexstick een kwartslag draaien. Zodat we gaan zorgen dat onze voeten parallel aan die stick komen te liggen. Wat vaak gebeurt is dat we het lichaam nog steeds recht zetten. Let op dat het hele lichaam gelijk staat aan het stokje, de club of de stick. Vanuit hier mag je gaan voelen of je meer een soort van tennisslag, een voorhand, gaat slaan. Zodat je voelt dat je een mooie ronde beweging maakt. Als je dit ongeveer 10 tot 20 keer per range sessie doet, zul je zien, dan wordt het een makkie. Met een beetje geluk gaat de bal zelfs van rechts naar links. En Schenk, lig je daar ook wel eens wakker van? Heb je eigenlijk een wereldronde gespeeld, maar toch één of twee holes verpest, omdat de bal geschenkt werd en eigenlijk haaks naar rechts vloog? Dat is natuurlijk onwijs vervelend. En daar gaan we een driving range drill voor doen. Deze hele winter kan je dit doortrainen, zodat je controle krijgt over je lichaam. En dat kan één van de oorzaken zijn wat een schenk veroorzaakt. Een schenk ziet er als volgt uit. Op het moment dat wij een zwaai maken en ik ga te veel naar beneden, komt de club naar voren en raak hem heel erg aan de binnenkant van de steel. Het kan ook zomaar zijn dat we omhoog gaan, heel veel kracht willen leveren, vanaf daar naar beneden en dat we hem ook aan de binnenkant van de shaft raken. In dat geval veroorzaakt het een schenk, gaat hij naar rechts. Wat gaan we doen? Je pakt een flexstick uit je tas of een tweede club en die ga je op de grond neerleggen. Je zorgt in eerste instantie dat je voor jou de natuurlijke normale setup inneemt. Voor mij is dat deze. Vanuit daar leggen we twee ballen erbij, eentje dichter bij jezelf, eentje verder van jezelf. Je gaat klaarstaan en je gaat proberen vanuit deze setup alle drie de ballen te slaan met een of met het juiste balcontact. Dat ziet er als volgt uit. Bal 1. Bal 2 mag je adresseren, maar de kunst is dus dat we wat naar beneden gaan. Bal 3 mag je hier adresseren of hier, maar de kunst is dat we meer omhoog zullen gaan. Op het moment dat het bij alle drie lukt, zul je zien, dan is de schenk verleden tijd. Wil je de bal ook als een tourpro raken, dan moet je twee dingen kunnen controleren. Namelijk 1, het neerwaarts raken van de bal. Kijk maar, als je op televisie kijkt, dan zie je dat ze eerst de bal raken en daarna de plag zien vliegen. En 2, je wil zorgen dat je de bal in het midden raakt. We gaan zo vertellen hoe je dat doet en waarom dat moet. Het ziet er als volgt uit. Normaal gesproken zien we dat we naar beneden bewegen en dus neerwaarts gaan raken. Heel veel spelers zien we toch achterover vallen. Hoe kun je dit gaan trainen? Je gaat naar de winkel en koopt een krijtje. Dit was het enige wat ze hadden. Je maakt een krijtstreepje op de grond en je zorgt dat je de bal achter het krijt legt. Je neemt je eigen setup in, je eigen grip, zodat je lekker staat. En vanaf hier ga je de bal slaan. En op het moment dat je de bal geslagen hebt, ga je kijken of het krijt op het clubblad zichtbaar is. Dat wil dus zeggen, we hebben eerst de bal geraakt en daarna de grond. Oftewel die plag die we zo mooi zien vliegen op televisie. Dan oefening nummer 2 is het in het midden raken van de bal. Waarom moeten we de bal in het midden raken? Op het moment dat je hem op een andere plek raakt, sommigen zullen het wel kennen, onderop is dun, dan gaat hij wat laag aan de teen. Nou, dan verlies je wat afstand. En op de heel, oftewel bij de shaft, laten we het daar maar niet over hebben. Wat doe je? Je pakt een krijtje, je krijt de bal
een klein beetje in. En je zorgt dat je de bal neerlegt met het krijt richting je clubblad. Vanuit daar neem je weer je standaard setup in. Je standaard grip. Je slaat de bal. En vanaf daar gaan we kijken op het blad. Hey, waar heb je hem nu geraakt? Mocht het zo zijn dat je hem niet in het midden hebt geraakt, dan ga je wat spelen met de afstand tot de bal. Vind je het ook zo vervelend dat je er wordt uitgeslagen door je flightgenoten of zelfs door je vrouw of door de toekomstige jeugd? Dan hebben we nu de ideale driving range drill om sterker uit de winter te komen en vanaf daar meer snelheid te gaan creëren. Dat doen we als volgt. Je pakt straks één club. Met die ene club ga je 3 oefenzwaaitjes maken. Dit doe je normaal ook, dit kan iedereen. Om meer snelheid te maken heb je tegenwoordig heel veel verschillende equipment of tools op de markt. Denk aan die shaft met die oranje bol of speedsticks. Heb je deze nou niet in je bezit, dan pak je heel simpelweg een tweede club. Je pakt ze vast, maakt niet uit hoe je ze vasthoudt. En vanaf daar ga je opnieuw weer 3 keer zwaaien. Voor degenen die fysiek sterk in orde zijn, mogen zelfs een derde club pakken en met een derde club gaan zwaaien. Wat zul je nu merken? 1, dat het een stuk zwaarder wordt, dus dat je straks gaat voelen dat je meer snelheid kan creëren. En 2, waar de snelheid vandaan moet komen. Namelijk vanuit je onderlichaam. We zien te veel dat we zwaaien vanuit de armen. Op het moment dat het zwaarder wordt, dan moeten mijn benen wel assisteren om de club rond te kunnen zwaaien. Op het moment dat je een setje van 3 hebt gedaan, leg je de club weg, pak je 1 club vast, neem je je standaard setup in en ga je kijken of je hem net zo hard kunt zwaaien als dat je 2, 3 of voor de fysiek sterke 4 clubs aan het zwaaien bent. Boom! Deze was beduidend een stuk verder. Short game, ook heel belangrijk in de winter. We zien vaak in de winter gaan we op de range en dan gaan we alleen maar ballen lopen slaan. Maar juist dat korte spel is ook heel belangrijk. Zorg dat je minimaal altijd ongeveer een half mandje besteedt om dit onderdeel te blijven trainen. Zodat je straks in het voorjaar alvast een stapje voor hebt op degenen die dat allemaal niet doen en alleen maar heel ver aan het slaan zijn op de range. We gaan een drill doen die je dus heel simpel kunt gaan uitvoeren en waardoor het balcontact beter wordt. Zodat het balcontact uiteindelijk ervoor zorgt dat je verschillende afstanden kunt spelen. Wat we namelijk veel zien zijn 2 gemaakte fouten. Dat is namelijk 1, we staan en de bal gaat vlak over de grond. 2, we gaan staan en we hakken hem eigenlijk een beetje in de grond, waardoor hij wel omhoog gaat, maar niet de gewenste afstand krijgt. Om dit wel voor elkaar te krijgen, is het van belang dat we de bal ten alle tijde in het midden van het blad raken. En daarvoor deze oefening. Je gaat klaarstaan. Je zorgt vanuit hier in je eigen setup dat je een knik gaat maken vanuit de linkerpols. Je zorgt dat de club ongeveer horizontaal komt te staan. Vanaf daar maken we alleen maar een roterende beweging. Dus ik doe niks, alleen maar heen en weer draaien. En vanaf daar ga ik hem ontspannen laten vallen. Dan zul je 1 zien dat de doorzwaai makkelijker wordt en 2 dat het contact makkelijker wordt. Ziet er als volgt uit. Knikken, draaien, laten vallen. In dit geval ging ik naar het 4e mandje. Op het moment dat je het wat korter doet, zul je zien, dan kom je bij het 1e mandje en zo ga je voor jezelf heen en weer blijven trainen. Succes!